Nou ja, hij schrijft ook over het moeilijke gemis van zijn opa en oma, waar hij zoveel van houdt. Mm-hmm. En die natuurlijk ook de enige connectie zijn met zijn vader. Ja. En daarom is dat heel belangrijk voor hem. Oh, vind ik heel lief van hem. Ja. Voor jullie ook? Ja. Oh ja, ik heb verleden week of nog met hem gepraat. We spreken geregeld over de telefoon en zo. En... Nou ja, en hij gaat trouwen. Ja, hij gaat trouwen. Ja. Wij kunnen er helaas niet bij zijn. Mijn man mag geen lange vluchten meer vliegen. Nee. Maar daarom hebben wij geregeld dat we Sean hier in Nieuw-Zeeland hebben meegenomen. Nee toch? Ja. Samen met Jeroen. Oh ja? En ja, hij wil natuurlijk maar één ding, Jeroen, echt aan jullie officieel voorstellen. Ja. En hij staat hier buiten om de hoek te wachten. Dan haal ik hem er even bij, ja? Wat een leuke verrassing. We wisten niet wat we zagen. Ik zie het. Dit is gek, hoor. Ja. Nou, ja, ik ben natuurlijk hier. Ik ga natuurlijk trouwen met Jeroen. Ja. En Jeroen. En mijn grote wens is natuurlijk ook om hem ook aan jullie voor te stellen. Ja. En dat is ook een beetje dat we hier zijn. Dus, ja. Hallo, Jeroen. Hoe is het? Goed. Oh, wat leuk. Wat een verrassing, joh. Ja, we ook.